Hey, vandaag gaan we chocolademuffins maken. Misschien heb je het basisrecept voor de normale vanillemuffins wel al eens gezien op Laura's Bakery. Of misschien heb je ze zelfs wel eens gemaakt of een van de variaties op dat recept. Maar zoals je misschien ook wel hebt gezien ontbrak het recept voor de gewone normale chocolademuffins nog. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ik zal je laten zien dat het echt niet moeilijk is om ze te maken en ik zal je ook nog een beetje vertellen hoe je hier weer mee kunt variëren. Om de chocolademuffins te maken hebben we het volgende nodig. Melk, zonnebloemolie, eitjes, cacaopoeder, bloem met een snufje zout, donkerbruine bastardsuiker, chocoladechips en wat bakpoeder en baking soda. Om te beginnen zet ik eerst eventjes de droge ingrediënten aan de kant. We beginnen namelijk met de natte ingrediënten. Zo gaat het altijd bij muffins. Je doet eerst de droge ingrediëntenpart en de natte en dan voeg je dat samen. De natte ingrediënten zijn in dit geval melk, zonnebloemolie en de eitjes. En als de olie erbij zit, kunnen ook de 2 eitjes erbij. Zo. Je ziet dat het nu totaal nog niet mengt, dat er echt verschillende laagjes ontstaan. Daarom doe ik het even met een garde doorroer. Goed, dit is nu vermengd. Dan gaan we door met de droge ingrediënten. Dat is ook eigenlijk een kwestie van alles bij elkaar. Dus we beginnen met bloem, waar ook al een snufje zout aan toegevoegd is. Dan voegen we de donkerbruine bastardsuiker toe. Cacaopoeder. Baking soda en bakpoeder. En met de chocolate chips, daar wachten we nog eventjes mee. Dit gaan we nu eerst even vermengen. Dat doe ik gewoon met een spatel even door elkaar tot je eigenlijk ziet dat gewoon alles goed door elkaar vermengd is. De kleur is dan ook meer egaal. Dat is het, dat is niet moeilijk. Nu is het tijd om het mengsel van melk, olie en eieren toe te voegen. Dat kan er gewoon in 1 keer bij. Zo. En dan roeren we dit met de spatel weer door elkaar. Dat het in het begin nog niet helemaal goed vermengt, maar dat het steeds makkelijker gaat. Neem de bodem ook goed mee, want daar zitten altijd de restjes bloem. Nu zie je geen restjes bloem meer. Alle droge ingrediënten zijn goed opgenomen door de natte ingrediënten. Het is nog wel een beetje klonterig, maar dat maakt bij muffins helemaal niet uit. Dan is het nu tijd om de chocolate chips toe te voegen. Bij muffins is het niet noodzakelijk om die eerst door bloem te wentelen, want ze zakken eigenlijk niet naar de bodem. En dan spatel ik deze er ook even doorheen. Ik heb nu trouwens melk chocolate chips toegevoegd, maar je kunt ook gerust puur of wit of een combinatie daarvan toevoegen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar als je geen chocolate chips kunt vinden, dan hak je gewoon een reep chocola in stukjes. Zo, dat is er doorheen. Pak ik de muffinvorm en een ijslepel erbij. Je haalt er met dit recept 12 stuks uit. En om het beslag te verdelen gebruik ik een ijslepel. En dan is het niet meer dan de ijslepel vullen en het beslag in de vormpjes te scheppen. Ik doe eerst gewoon overal 1 volle schep in. En dan hou je nog wat over en kun je de vormpjes verder aanvullen. Kijk, je ziet dat de vormpjes nu al best wel vol zijn. En met cupcake zou je nu normaal gesproken stoppen, want die vul je ongeveer voor 2/3. Maar met muffins is het gewoon leuk als er echt zo'n grote bol bovenop komt. Dat hoort gewoon een beetje, vind ik. Dus dan kunnen ze prima wat voller. Ik hou meestal aan dat ik ze echt toch maar een klein beetje onder de rand vul. Daar heb je voor met dit recept heb je er ook gewoon echt genoeg beslag voor. De vormpjes zijn gevuld. Nou vind ik het altijd wel leuk als je aan de buitenkant van de muffin al een beetje ziet wat erin zit. En daarom strooi ik ook over de bovenkant nog wat extra chocolate chips. Dat is niet noodzakelijk. Maar ik vind het zelf gewoon erg leuk. Goed, nu zijn ze echt helemaal klaar. Nu kunnen ze de oven in, 20 minuutjes op 200 graden en dan zijn ze goed. De muffins zijn inmiddels gebakken en afgekoeld. En nu is het tijd om te gaan proeven. Kijk, ze laten vrij goed los van het papiertje. Daar ben ik blij mee, want dat is niet altijd zo met muffins. Ze voelen mooi stevig. De chocolate chips aan de bovenkant zijn ook nog goed zichtbaar. Wel lekker. Die chocoladechips erbij vind ik ook wel, die doen het echt goed. Ik geef net even wat extra's. De muffins zijn luchtig, maar niet te luchtig. Die chocoladesmaak komt echt onwijs goed door. Ja, hele geslaagde muffins. En dit recept kun je dus weer als een hele goede basis beschouwen voor nog meer variaties. Je kunt die chocoladechips weglaten, je kunt misschien stukjes fruit toevoegen of misschien wel stukjes koek of hele andere dingen. Wat dat betreft is dit echt een hele goede basis om weer verder mee te variëren. Als je deze chocolademuffins ook wil maken, scroll je of naar beneden, want dan vind je het recept uitgeschreven onder de video. Kijk je via YouTube, dan zie je het recept niet, maar dan zie je wel een linkje naar het artikel waar het recept in staat. Kunnen jullie thuis ook allemaal aan de bak. Heel veel bakplezier alvast en dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doei!